Met een doelpunt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd besliste Mo Elhankouri gisteren FC Groningen Vitesse. De thuiswedstrijd werd door de Groningers op het nippertje met 2-1 gewonnen. Ook een andere nieuwkomer liet zich gelden. Kai Sierhuis scoorde al na 12 minuten de openingstreffer. Ik vond dit ook wel een mooie goal, als ik dat mag zeggen. Fantastische bal van Tim Handwerker vooropgesteld. Ik denk een goede loopactie. Ja, en deze bal die ik krijg is eigenlijk alles of niets. Hij kan helemaal verkeerd gaan. Maar ik raak hem op het juiste moment en ik raak hem goed. En dan zie je dat hij zo in de lange hoek binnenvalt. Zag je na afloop zagen we juichen? Je wordt een held hier. Nou, dat zou heel mooi zijn als ik hier een held kan worden. Ja, maar het is fantastisch toch, ook voor het publiek. Ze hebben een lastig eerste seizoen zelf gehad, waarin we niet veel punten pakken. Ja, nu hebben we 9 punten uit 4 wedstrijden. Nou ja, ik denk dat dat ook voor hun fantastisch is. En dat, het voelt ook echt heel goed om die punten te pakken. Dus het is het mooiste om met z'n allen te vieren. Maak mijn eigen zakken wie hem erin schiet. Van mijn pad schiet Sergio hem erin. Of schiet hem eigen goal. Maar ik vond wel dat wij op laatste nog even volle bakken, of volle overgaan voor die overwinning gingen. Ik maak nog een sliding waardoor die bal onderschept en daardoor gaat die bal breed en Mo maakt de actie, kijk, hun trekken hun been terug. Ja, en daardoor, dat is wel het verschil denk ik. Maar nogmaals, ik vond 1-1 terecht. Is dat dan karakter toch? Ja, uiteindelijk wel, ja. Volgende week winnen voor Feyenoord? Ja. Daar gaan we voor. Kijk, kijken wij zegt, maar we zullen ze gewoon aan moeten pakken. En Feyenoord is een goede ploeg, maar als ik hier in eigen huis, ben ik van overtuigd dat we ook voor die 3 punten kunnen gaan. En dat moet ook de insteek zijn, anders hoef je niet aan de wedstrijd te beginnen. Volgende week Feyenoord, speelt dat dan nog extra bij jou? Ja, wel een beetje. Wat gaat er gebeuren dan? Laten we hopen dat wij hier Feyenoord pijn kunnen doen en dat zou extra lekker voelen, denk ik.